Ik neem jullie mee naar het jaar 1943 en naar Amsterdam, misschien wel de mooiste stad van de wereld. De trein van Zaandam naar Amsterdam zit afgeladen vol met reizigers. Mannen lezen de krant, vrouwen met tassen op schoot babbelen met elkaar en kinderen kijken uit het raam. En ergens bij het middenpad zit. Zo te zien aan haar dikke buik een zwangere vrouw. Tegenover haar zit een katholieke zuster gekleed in een zwart habijt met een witte kap op haar hoofd. Een non. De non zit te knikkenbollen, zo. De trein nadert het Centraal Station van Amsterdam. Plotseling zwaait de deur van de coupé open. Persoonsbewijzen. Agenten in Burger komen de reizigers controleren en hun bagage doorzoeken. Een man moet opstaan, hij wordt gefouilleerd. Zakken leegmaken. Een vrouw moet haar tas openmaken, een ander haar koffer en grondig wordt de inhoud bekeken. Ze zijn op zoek naar joden en naar verzetstrijders. Dan stappen ze af op de zwangere vrouw. Opstaan, jassen openmaken. Verschrikt kijkt ze op. Op datzelfde moment springt de non overeind. Ze geeft een stomp in de buik van de ene agent. Die slaat dubbel. En een klap tegen het hoofd van de ander. Die valt neer in het gangpad. De non grijpt de zwangere vrouw bij de hand en trekt haar mee naar de uitgang. Ze werpt het portier open en die twee springen uit de nog rijdende trein. En dan, dan vluchten ze weg. Weg van het spoor. Tussen gebouwen door. Uit het zicht. Ergens op een rustige binnenplaats. Trekt de non haar haarbijt uit? Nee, toch? Het is een man! Die twee praten kort met elkaar. Dank je wel, 2010. Graag gedaan, 2000. En dan gaan ze uit elkaar. Ieder een kant op. Wie zijn die twee? Dit zijn Jacoba en Rudy. Ze kennen elkaar als 2000 en 2010. Hij is geen non. Ja, dat hebben jullie begrepen. En zij? Zij is niet in verwachting. Jacoba lijkt zo dik, omdat ze onder haar jas een speciaal vest draagt. Daar zitten wel vijfduizend voedselbonnen in. Bondkaarten? Die hebben anderen voor hen geroofd uit een postkantoor in Zandam. Jacoba en Rudy zijn de buit gaan ophalen. En dat is gevaarlijk werk, en ze zijn bijna betrapt in de trein. Maar dankzij Rudi's kordaten optreden is het goed afgelopen. Met al die voedselbonnen kunnen ze duizenden onderduikers van, van eten voorzien. Want Jacoba, Jacoba leidt in Amsterdam een verzetsgroep van 140 mannen en vrouwen. En de leden van haar groep die kennen elkaar wel, maar niet bij naam. Jacoba heeft hen allemaal een eigen cijfer gegeven, een eigen nummer. En ze drukt haar mensen op het hart. In het verzet geen namen gebruiken. Dan kan je de anderen ook nooit verraden. Na de ontsnapping uit de trein stapt Jacoba op de eerste, de beste tram die langskomt. De wagen is vol, maar dat komt goed uit. Want met haar dikke buik verbergt ze zich tussen de andere passagiers in het middenpad. Daar staat ze, zich vasthoudend aan de lus. Maar de tramconducteur ziet haar staan en hij roept: Ach, mensje, kan niet even iemand opstaan voor dit moedertje? Een Duitse soldaat springt overeind. Hij klakt met zijn hakken en biedt beleefd zijn zitplaats aan. Jacoba glimlacht en ze gaat dankbaar zitten. Vanaf de halte is het nog maar een klein stukje lopen. Naar het kantoor op de Weteringsgans nummer 100. Op een bordje bij de deur staat te lezen: Maatschappelijk werk. Niets doet ons vermoeden dat hier een verzetsgroep is gevestigd. Jacoba gaat haar kantoor binnen en wordt opgewacht door twee leden van haar groep, twee vrouwen die haar in spanning opwachten. Het zijn nummer 2045 en 1400. Hallo 2000. Is alles goed gegaan? Jacoba lacht. Alles is goed gegaan. Ze trekt haar jas uit en laat het loodzware bonnenvest opgelucht van zich afglijden. Zij is gelijk vijf kilo lichter. Daar staat 2000 in haar verpleegstersuniform. Ze neemt de leiding op zich. Aan de slag. Waar is de sleutel van de code? De andere twee wijzen naar de vloer. Samen trekken ze het kleed weg. Jacoba trekt twee plankjes los, waardoor een smal gat ontstaat. Ze steekt haar hand erin en er komt een witte envelop tevoorschijn. Jacoba legt de plankjes terug, het kleed wordt er weer overheen gelegd. Jacoba maakt de envelop open en er komen zes blaadjes tevoorschijn, die ze zorgvuldig naast elkaar neerlegt op tafel. Daar liggen zes velletjes papier waar alleen cijfers en letters op geschreven staan. Het lijkt wel een geheimtaal. En dat is het ook. Dit is de geheime sleutel van de code. Als de Duitse bezetter deze informatie in handen zal krijgen, dan lopen duizenden mensen gevaar. Groot gevaar. Intussen zijn 2045 en 1400 bezig gegaan om het bonnetvest leeg te maken. En samen met 2000 leggen ze alle voedselkaarten op stapels naast elkaar neer op tafel. En dan beginnen ze de enveloppen te vullen. In iedere envelop gaan een paar voedselbonnen en op de envelop schrijven ze met potlood een cijfer, een nummer. Geen namen, geen adressen. Dit lijkt gewoon kantoorwerk: kaarten sorteren, enveloppen vullen. Maar wat deze mensen hier staan te doen, is verboden levensgevaarlijk werk waar de doodstraf op staat. Het werk zit erop. 2045 en 1400. Vullen hun fietstassen met enveloppen en dan rijden ze weg over de Weteringsgans iedere kant op. En Jacoba kijkt erna en ze kan tevreden zijn want ook deze maand krijgen we weer duizenden onderduikers te eten dankzij de groep 2000. De groep die haar naam draagt. De laatste die vandaag van kantoor weggaat is Jacoba zelf. Ze draait de deur op slot en wandelt over de Weteringsgans richting het parkje verderop, het Weteringplansoen. Veilig onder haar verpleegstersuniform verborgen zit die ene belangrijke envelop met de sleutel van de code. Haar naaste medewerkers kennen de afspraak. De sleutel van de code die ligt tijdens kantooruren of op tafel voor gebruik. Of verborgen onder de vloer, maar mag nooit en ten nimmer achterblijven op kantoor. De laatste die weggaat, neemt de sleutel van de code met zich mee. Op de brug die ligt tegenover de Heinekenbrouwerij gaat Jacoba een trapje af. Onder deze brug is een EHBO-post ingericht. Dat staat voor Eerste Hulp bij Ongelukken. Dit is de werkelijke werkplek van zuster Jacoba. Hier komen elke dag talloze Amsterdammers naartoe om hun wonden te laten verzorgen. En eenmaal binnen gaat Jacoba aan het werk. Ze is bezig als er plotseling een man met een zwarte hoed op de EHBO-post binnenkomt. En Jacoba herkent hem meteen en ze is verrast. Wat is er 8047? 8047. Neemt plaats tegenover Jacoba en zegt op ernstige toon, 2000, ik breng slecht nieuws. Ik heb slecht nieuws over 2010. Ze hebben hem vanochtend opgepakt. Hij wordt op dit moment verhoord door de ziekenheidsdienst. 2000, als 2010 gaat praten en ons kantooradres verraadt, dan zijn we er geweest. We kunnen niet aan de wetengang blijven. Jacoba denkt aan de gebeurtenissen van deze ochtend en aan Rudy, die haar heeft gered door samen met haar uit de rijdende trein te springen. En nu is hij gearresteerd. Arme Rudy. Ze zullen hem zeker martelen om aan informatie te komen. Diezelfde avond nog verhuist de groep 2000 vanaf de Weteringsgans naar een ander adres, ergens in Amsterdam. En het is niet lang daarna dat Jacoba een tragisch bericht te horen krijgt. Rudy, 2010, 23 jaar oud, werd vanwege zijn verzetswerk geëxecuteerd, doodgeschoten. Nu neem ik jullie mee naar twee jaar later. Het was 1943, nu gaan we naar 1945 en wel de lente. De oorlog duurt nu bijna vijf jaar. Maar Hitler staat op verliezen en het einde is in zicht. De Amsterdammers verheugen zich op de naderende bevrijding. Het zuiden van Nederland is al bevrijd en de geallieerde troepen komen steeds dichterbij. Met het Canadese bevrijdingsleger in aantocht kan het nu ieder ogenblik afgelopen zijn. Maar intussen houden de nazi's nog grote delen van Nederland gevangen in een ijzeren greep. Onder de bevolking van Nederland neemt de afkeer van de bezetters steeds meer toe. De Amsterdammers zijn de vijf jaar van terreur, van honger en ellende helemaal zat. Het verzet breidt zich uit. Het verzet wordt steeds openlijker, steeds brutaler. De hele situatie maakt de nazi's nerveus, bloednerveus. Ze vrezen de nederlaag. En zij gedragen zich steeds wreder, steeds meedogenlozer. En ze laten een bekendmaking uitgaan naar de Amsterdammers. En die bekendmaking luidt. Wie het waagt om zich in deze stad te verzetten, die wordt gelijk doodgeschoten. Het kantoor van de groep 2000. Bevindt zich in deze tijd aan de Stadhouderskade, vlakbij het Rijksmuseum. Het precieze adres is Stadhouderskade 56. Het is op één minuut lopen van de EHBO-post onder de brug en dat kan nog wel eens handig zijn. Eigenlijk is Stadhouderskade 56 een normaal woonhuis en op de derde verdieping woont de familie Verwoerd. Dat zijn door en door betrouwbare mensen. Een vader, een moeder en twee grote kinderen. Jacoba kent hen heel goed, want zij levert het gezin elke maand voedselbonnen voor hun onderduikertje. Een Joods jongetje van zes dat ze daar verborgen houden. Meneer Vervoert is reuze handig. Op verzoek van Jacoba heeft hij onder de vloer van haar kantoorruimte een verstopplek gemaakt. Hij haalde de drempel van de toegangsdeur los, zaagde een smal gat in de plankenvloer. Wat Jacoba daar wil verbergen, dat wil hij niet weten. Meneer Vervoert maakt zich zorgen. Hij maakt zich grote zorgen over zijn zoon Henk. De jongen is net 18 geworden en hij heeft een oproep gehad van de Duitse bezetter om te gaan werken in een Duitse wapenfabriek. Maar Henk wil helemaal niet werken in een wapenfabriek. En nu is hij bang dat de nazis hem komen ophalen van huis om hem weg te voeren. Voor de zekerheid heeft hij zijn leeftijd wat jonger gemaakt, is het persoonsbewijs. Want jongens van 16, die laten ze nog met rust. In een van de boekenkasten van het kantoor van de groep 2000 heeft meneer Vervoerd. Een radio geplaatst op verzoek van Jacoba. Dit is streng verboden, want de Nederlanders mogen niet naar de radio luisteren. Maar Jacoba die gaat regelmatig luisteren naar Radio Oranje en het Nederlandse nieuws dat komt vanuit Londen in Engeland. En daar hoort ze ook de stem van de koningin. Koningin Wilhelmina houdt een toespraak tot het Nederlandse volk. Landgenoten. Nu de vrijheid nabij is, vraag ik de verschillende verzetsgroepen van Nederland om de naderende bevrijding voor te bereiden. Ik vraag u allen om waar mogelijk samen te werken en als straks de Duitse bezetter is verdreven, de orde te handhaven. Totdat uw regering is teruggekeerd in het land. Op een vrijdagmiddag is Jacoba bezig met een paar medewerkers om de onderduikadministratie bij te werken. Als ze haar jas aantrekt en zegt: 2045, 4022, ik heb nu die belangrijke bespreking, ik moet nu weg. Maar sluiten jullie het kantoor straks af? De sleutel van de code die ligt op zijn vaste plek en ze wijst naar de vloer. 2045? Jij houdt hem bij je tot maandag. Natuurlijk 2000. Tot maandag! Niet ver daar vandaan, op een geheim adres ergens in Amsterdam, komt de top van het verzet bij elkaar. Het zijn de aanvoerders, de leiders van acht verschillende verzetsgroepen. Zeven mannen en één vrouw. En dat is Jacoba. Nu de bevrijding voor de deur staat... maken zij op gezag van de Nederlandse regering... gezamenlijk plannen voor het ontwapenen van de Duitse bezetter... en voor de tijd erna. De vergadering is net een half uur bezig... als de voorzitter Jacoba aankijkt en op hoge toon tegen haar zegt... Je 2000. wie duizend. Nu de kans groot is... Dat het binnenkort tot gevechten gaat komen met de Duitsers. In de straten van Amsterdam is het beter dat een man daarbij de leiding neemt. Vanaf nu valt de groep 2000 onder mijn gezag. Jacoba kan haar oren niet geloven. Ze wordt vuurrood, recht haar schouders, kijkt de voorzitter strak in het gezicht en antwoordt: Dat is niet aan u om te beslissen. Ik leid mijn groep al vijf jaar. En na ieders tevredenheid. Mijn mensen hebben vertrouwen in mij. Ik ben en blijf hun leider. Plotseling gaat de deur open. Er stapt iemand de ruimte binnen, die recht op Jacoba afloopt en haar iets in het oor fluistert. Zij luistert, knikt, staat op, verontschuldigt zich en verlaat de kamer. Jacoba gaat de gang op. Daar ziet ze twee bekende mensen staan. Het zijn 2045 en 4022. Hun gezichten zijn krijtwit. Wat is er? 2000. Nadat u was weggegaan van kantoor, zijn wij tweeën even een ommetje gemaakt om een frisse neus te halen. We zijn maar tien minuten weg geweest. Maar toen we het huis weer wilden binnengaan, toen konden we er niet meer in. Wat? Onze buurjongen Henk Vervoerd. Ze hebben hem aangehouden op straat. Hij bleek te hebben geknoeid met zijn persoonsbewijs. Dat vonden de Duitsers verdacht. Ze zijn het huis binnengevallen, ze hebben de hele familie vervoerd gearresteerd en afgevoerd. Alleen dat Joodse onderduikertje, dat jochie van zes, dat hebben ze nog net op tijd in veiligheid kunnen brengen via een zijdeur. Maar 2000. Ze zitten ook op onze etage en ze zijn, beter, zijn bezig onze administratie te doorzoeken. En de sleutel van de code die ligt daar nog onder de vloer. Jacoba denkt koortsachtig na. Met onze administratie kunnen ze helemaal niets. Tenminste, zolang ze niet onder de vloer kijken. De andere twee kijken haar geschokt aan. 2000? Het is onze schuld. We gaan die envelop daar weghalen. Nee, zegt Jacoba, dat doen jullie niet. En ze deelt haar orders uit. Waarschuw de hele groep. Zorg dat niemand meer naar de stadhouderskade toekomt. En luister goed, allebei. De Duitsers zullen nu alles proberen om die informatie te ontcijferen. Maar dat gaat ze niet lukken. Onze code is niet te kraken. Zolang ze niet op het idee komen om onder de vloer te kijken, is er niets aan de hand. De andere twee kijken haar niet begrijpend aan. Dus? Dus we laten die envelop daar gewoon liggen. En dan gaat Jacoba terug in de vergadering, waar ze aan de top van het verzet moet vertellen. dat de nazi's haar kantoor zijn binnengevallen. en dat de sleutel van de code daar nog ligt onder de vloer. Het valt even stil in de vergadering, want alle aanwezigen begrijpen nu drommels goed. dat er op ditzelfde moment duizenden mensen groot gevaar lopen. En de voorzitter herhaalt zijn eerdere bewoordingen op dezelfde hoge toon. Deze keer zegt hij. Dit is dus het bewijs dat dit geen vrouwenzaken zijn. Gezien de ernst van de situatie neem ik per heden de leiding over van de groep 2000. En weer protesteert Jacoba in felle bewoordingen. Nee, zij laat zich de kaas niet van het brood eten. En gelukkig krijgt ze steun van de andere heren die drommels goed begrijpen dat zij mans genoeg is. Om dit probleem zelf op te lossen. Maar als de andere leden van de groep 2000 te horen krijgen dat de Duitsers hun kantoor zijn binnengevallen en dat de sleutel van de code daar nog ligt, slaat ze de schrik om het hart. Stel je voor dat de Nazis die envelop vinden, dan kunnen ze de code ontcijferen en zo achter alle namen en adressen komen. Ze vrezen het ergste. Er zijn er zelfs bij die bereid zijn om het kantoor weer binnen te gaan, om die envelop daar zelf weg te gaan halen. Maar, zegt Jacoba, dat gaan we dus niet doen. Soms is het beter om muisstil te blijven zitten, dan om slapende honden wakker te maken. Met haar kalme houding ziet Jacoba kans om de rust te bewaren in de groep. Ze straalt gezag uit. Haar wil is wet. Wel besluiten ze om het pand op 56 voortdurend in de gaten te houden vanuit de RBO-post, van onder de brug, door het smalle venster. Die nacht waakt Jacoba op haar post onder de brug, op een veldbedje. Maar ze doet geen oog dicht, ze ligt maar te piekeren. En ochtends vroeg verlaat ze de RBO-post, stapt op de fiets en rijdt door Amsterdam... De zon is al opgegaan. Het is een frisse morgen in de stad. En Jacoba, die rijdt naar de buurt die Amsterdam West wordt genoemd. Daar zet ze haar fiets tegen een boom. En dan belt ze aan bij een benedenwoning. Er wordt opengedaan door een oude man die verrast opkijkt. Goedemorgen, Cor. Sorry dat ik zo vroeg aanbel. Ik heb een karweitje voor je. Heb jij vanmorgen even tijd? Hij kijkt haar aan en denkt, de Bonnie kan niet in. Komt ze mijn bonnen brengen? En ze is pas nog geweest? Maar hij vraagt of zegt niets. Hij knikt alleen en laat haar binnen. Zij doet de deur achter hem dicht, volgt hem door het smalle gangetje. En even later zitten ze in de kleine huiskamer aan de tafel. Deze twee mensen kennen elkaar heel goed. Want Jacoba levert de oude kor elke maand een aantal voedselbonnen. Voor zijn ondergedoken zoons. Met kennis voor u doen. Glazen wassen. We zitten in de problemen. De Duitsers zijn mijn kantoor binnengevallen. Ik moet weten wat er binnen gebeurt. Cor, ik wil dat je vanmorgen de ramen gaat wassen van de huizen aan de stadhouderskade. Ga niet meteen naar nummer 56, want dat zou kunnen opvallen. Begin maar een paar huizen verderop. Maar Cor, Als je bij 56 bent, kijk dan goed door de ramen van de eerste verdieping naar binnen. Kijk vooral of ze de drempel van mijn kantoor met rust hebben gelaten. En als je dat te weten bent gekomen, laat dan je ladder achter in de tuin. En dan kom je naar mij toe in de HBO-post om verslag uit te brengen. Zal dat gaan? Begrijpen. Kom dik voor mijn koor. Ik ben blij dat ik nou eens iets terug kan doen voor u. Wat Jacoba niet weet, is dat vier mannen van haar groep zo verschrikkelijk bang zijn dat de Duitsers die envelop onder de vloer zullen vinden, dat ze besloten hebben, geheel tegen het bevel van 2000 in, om de code daar weg te gaan halen. Desnoods met geweld. Het is later, diezelfde zaterdagochtend, een uur of tien. De zon schijnt in Amsterdam. Vanuit de richting van het Rijksmuseum rijdt een glazenwasser zijn ladderwagen de stadhouderskade op. Cor rijdt zijn wagen, zwaar beladen met ladders en emmers, helemaal tot op het huis op nummer 54. Daar zet hij de ladder tegen de gevel, klimt omhoog en begint de ramen te wassen. Af en toe... Gaat hij naar omlaag om de ladder een stukje te verplaatsen of om schoon water te halen bij de buren op nummer 55? Vanuit de EHBO-post onder de brug volgt Jacoba heel precies wat oude Kor allemaal doet. Plotseling ziet zij hoe vier mannen verschijnen voor de deur van haar kantoor. Jacoba herkent hen meteen en ze is verbijsterd. Wat doen ze daar? Zijn ze gek geworden? Machteloos moet Jacoba aanzien hoe de vier mannen aanbellen bij nummer 56 en het huis binnengaan. Vrijwel op hetzelfde moment klinken er pistoolschoten. En Jacoba ziet hoe de glazen van schrik van zijn ladder af komt glijden. En als er een haas vandoor gaat, dan komen de vier mannen van de groep 2000, die nauwelijks één voet in het huis hebben gezet, alweer naar buiten gerend. En die gaan er ook als een haas vandoor. Ze verdwijnen om de hoek uit beeld. En dan komen de Duitsers naar buiten. Met pistolen in de hand. Ze speuren de stadhouderskade af. Maar van de, van de vier overvallers geen spoor. Daar staat Jacoba. Haar hart slaat over. Zij moet even bijkomen. O oh God, wat hebben ze gedaan. Maar dan vat ze moed. Ze verlaat de EHBO-post en wandelt richting het huis op 56 waar inmiddels een menigte nieuwsgierige Amsterdammers staat toe te kijken. Jacoba gaat tussen de anderen instaan en kijkt naar de voordeur van haar kantoor. En ze hoort een vrouw naast zich ze zeggen, ze hebben een Duitse neergeknald. Zo te zien in hele hoge. Jacoba's hart staat stil. In de deuropening van haar kantoor ligt een volwassen man in een groen uniform, bewegingloos op de grond, naast een grote plas bloed. En zij weet wat dit betekent. Nu het verzet in Amsterdam een hoge Duitse militair heeft doodgeschoten, kunnen de Amsterdammers wraakneming verwachten. Repressailles. Die middag keert de rust terug aan de stadhouderskade. Niets wijst er meer op dat hier vanochtend een schietpartij heeft plaatsgevonden. Kijk. De glazenwasser komt weer in beeld. Oude Kor verschijnt weer op de plek waar hij is gestopt. Hij zet zijn ladder nu tegen de gevel van 56, klimt omhoog en begint op de eerste verdieping de ramen te wassen. Daarvoor neemt hij de tijd. Hij wast die ramen grondig. Daarna loopt hij naar beneden toe en zoals afgesproken met Jacoba brengt hij zijn emmers en ladders door het huis van 55 naar de tuinkant... en laat hij zijn ladder achter, staande tegen de achtergevel van 56. Daarna loopt hij terug en via de stadhouderskade naar de EHBO-post... om verslag uit te brengen aan 2000. Maar om niet op te vallen op deze plek waar vele Amsterdammers naartoe komen... om hun wonden te laten verzorgen, begint de oude kor... Een toneelstukje op te voeren. Hij begint te trekken met zijn been en zegt tegen iedereen die het maar horen wil: Ik ben van die rotladder afgeklapt. Oh, ik heb mijn poot verstuikt. Oh, oh, met een pijn. Ah, oh. met een pijn. Even later zit hij tegenover 2000 die zijn enkel verbindt en brengt verslag uit. Nou, mevrouw, ik heb mijn ogen goed te kosten gegeven. Ze zitten binnen met vier man. Boeken of mappen heb ik niet gezien, want ze hebben de kast te leeg gehaald. Maar het meubilair, dat staat er nog. En wat die drempel van u betreft. Nou, mevrouw, die ligt er keurig bij hoor. Kors Enkel is goed verbonden. Zijn werk zit erop. En hij duwt zijn ladderwagen hinkend over de stadhouderskade richting huis. Maar eenmaal om de hoek verdwenen en uit het zicht, is het uit met hinken en loopt ouwe Cor weer als een kieviet. Het is twee dagen later. Het is maandag, 12 maart 1945. Om half tien ochtends komt Jacoba aan bij haar EHBO-post. Ze zet haar fiets tegen de brug, gaat het trapje af... en eenmaal binnen gaat ze aan het werk. Plotseling hoort ze geschreeuw en het komt van buiten. Halt, steen blijven, niet verder gaan! Ze kijkt door het kleine venster en ziet hoe gewapende militairen het publiek onder schot houden. Fietsers moeten afstappen, voetgangers mogen niet doorlopen. Ze hebben zelfs de tram in de Ferdinand Bolstraat voor de brug tot stilstand gebracht. En ze dwingen dreigend met hun geweren alle passagiers om uit te stappen. Daarna moeten al die burgers oplopen, over de stadhouderskade helemaal tot aan de waterkant. Jacoba ziet alles gebeuren en ze denkt. Wat zijn die soldaten van plan? En wat gebeurt er aan de overkant van de gracht in het Weteringplantsoen? Daar, in dat kleine Amsterdamse park, ziet Jacoba mannen die gevangeniskleding dragen, in rijen naast elkaar staan. Het zijn politieke gevangenen die ze op deze vroege ochtend hebben opgehaald uit de gevangenis bij het Leidseplein. Tegenover deze mannen staan gewapende soldaten klaar met geweren in de aanslag. Jacoba's hart slaat over. Ze weet wat dit betekent. Nu het verzet in Amsterdam een hoge militair heeft doodgeschoten... gaat de bezette wraak nemen. En ze dwingen het Amsterdamse publiek om toe te kijken. Daar staan honderden burgers, mannen, vrouwen, kinderen ook... die gedwongen moeten toekijken bij deze openbare executie... Grote mensen doen de handen voor de ogen van kinderen. En dan klinken er schoten. Talloze schoten. Tien lichamen vallen. Dan opnieuw tien. En dan nog eens tien. De tranen stromen Jacoba over de wangen. Zij moet hartverscheurend huilen. Zij voelt zich verantwoordelijk. Het zijn immers leden van haar groep geweest die de aanleiding hebben gegeven tot deze openbare executie. Tot de 30 slachtoffers van de openbare executie in het Weteringplantsoen, behoren ook meneer Leo Verwoerd en zijn zoon Henk van inmiddels 20 jaar. De Duitse bezetter laat de 30 stoffelijke overschotten een paar dagen op straat liggen om de Amsterdammers een lesje te leren en om iedere vorm van protest of verzet voor eens en voor altijd de kop in te drukken. Een paar dagen later trekken de Nazi's zich terug uit het kantoor op 56. Als Jacoba dat hoort, gaat ze erheen. Ze is vastbesloten om haar kantoor weer binnen te gaan, maar niet door de voordeur, want je weet immers nooit wie het pad nog in de gaten houden. Dus belt ze aan bij de buren van nummer 55. Er wordt open gedaan. Goedemorgen. Ik ben de buurvrouw. Mag ik even naar achter lopen? Het mag. Eenmaal in de tuin aangekomen, ziet Jacoba de ladder van Kork klaarstaan. Ze klimt erop, gaat omhoog en op de eerste verdieping schuift ze het raam van haar kantoor open en dan stapt ze vanaf de ladder de verlaten kantoorruimte binnen. Ze knielt bij de drempel van haar deur, draait de, de onzichtbare schroef van meneer Vervoert los, zet de drempel open en rijkt in het gat. Daar komt de witte envelop tevoorschijn. Een zucht van verlichting. De sleutel van de code heeft hier al die tijd gelegen onder de vloer. Terwijl de Duitsers het zonder te weten gewoon overheen gelopen zijn. God zij dank, het geheim is bewaard gebleven. Jacoba zet de drempel terug, draait de schroef vast, en dan verlaat ze via het raam en de ladder het huis. Even later wandelt ze over de stadhouderskade naar de EHBO-post. En veilig verborgen onder haar verpleegstersuniform zit die ene. Belangrijke envelop met de sleutel van de code. De code van de groep 2000. De groep 2000, die haar naam draagt. Dit was de stadsverteller van Amsterdam.